Dit is het verhaal van Sarah Engelen. Hallo, dus kan ik mij even voorstellen, uiteraard. Ik ben Sarah. Een 26-jarig meisje. 26 jaar, nationaliteit Belgisch, maar ik ben Nigeriaans aan vaders kant. En dit is het verhaal hoe zij op zoek is gegaan naar haar eigen identiteit. Ik ben Sarah en ik ben opgegroeid in een eenoudergezin. Mijn mama heeft mij en mijn zus alleen opgevoed. Momenteel ben ik even op rust door de crisis, maar normaal ben ik aan het werk als barverantwoordelijke in een restaurant in Antwerpen. Dus ja, buiten ik en mijn zus en nog één jongen van haar jaar waren er eigenlijk geen gekleurde kinderen waar ik mee kon relaten in mijn omgeving. Ik heb wel wat moeilijkheden gekend doordat er, denk ik, in 2005 à 2006 de subcultuur Gabber een intrede in ons school gemaakt had en die moesten dan blijkbaar naast hakken op hardstyle ook zich racistisch uiten. Een paar keer ondervonden na schooltijd, omdat die altijd rondhingen aan de schoolpoort. Als ik hun zag, begon mijn hart al sneller te kloppen, in de hoop dat ze niks zouden roepen of doen. Maar er werd dus wel regelmatig geroepen. Bijvoorbeeld een anekdote. Ik ging ijsje eten met een paar vriendjes van school. Ik denk dat ik 13 jaar was. Er waren toen zo'n groepje gabbers ook bij dat ijssalon. En die zagen mij en die werden heel agressief. En die begonnen te roepen. En die zeiden, zwetzakken boten. En die hadden ook een sticker bij van VL met de Vlaamse leeuw. En die kwamen dat voor mij plakken. Ja, dat was best wel een scary ervaring. Dat mij natuurlijk nog heel lang gaat bijblijven. Dus ik moet zeggen, het verschil merkte ik zeker. Dat je uit angst niet naar sommige plekken durft gaan. Of op de speelplaats werd er ook wel iets geroepen. Op school werden er ook grapjes gemaakt. Op momenten zoals, oh, ik dacht dat jij niet kon blozen. Jij verbrandt toch niet, hè. Jij bent al bruin genoeg, zegt. Dat zie je hier weer zwet van het volk, hè. En eerlijk gezegd, ik durfde ook niks anders dan daar niet op in te gaan. Ik kwam niet echt op voor mezelf in die momenten uit angst dat er iets erg ging gebeuren. Natuurlijk deed ik wel alsof het mij niks deed, wat ze zeggen. En ik ging rustig verder met mijn dag. Maar dat deed me natuurlijk wel iets. Ik denk persoonlijk dat er in de kampen wel bekrompen mensen zijn die dat racisme misschien als iets grappig aangeleerd krijgen van thuis of zo. Of zo heb ik dat toch ervaren. Of omdat er hier veel oude mensen zijn die op een conservatieve manier hun kinderen hebben opgevoed. En dat die op hun beurt weer meegeven aan mijn leeftijdsgenoten. Op school werd er dan ook niet echt iets aan gedaan. En ik had nooit het idee dat er mensen tegenin gingen als er zoiets voorviel. Ik zal mezelf labelen als Bounty. White on the inside, black on the outside. Hoe jammer dat ook is. Ik zou graag ook dat black on the inside meer manifesteren en hierin mijn kracht ook leren voelen. Ik identificeer mezelf totaal niet met Nigeria, als ik eerlijk ben, omdat ik de input van mijn vader gemist heb tijdens de opvoeding. Ik niet veel afwist van het land en de cultuur en uiteraard omdat ik een Vlaamse opvoeding heb gekregen. Wel interesse om Nigeria ooit te bezoeken, maar tot nu toe, omdat er niet echt veel contact was met mijn vader, was dat ook geen logische stap om naar daar te gaan. Ook omdat mijn vader mijn moeder haar vertrouwen zo vaak geschonden had, wou zij mij niet snel alleen laten uit schrik dat ik misschien van haar afgenomen zou worden. Tijdens het ouder worden voelde het als iets wat ik wel moet doen. Om mezelf misschien en misschien mijn vader beter te begrijpen. Normaal is uw vader echt uw first love. Iemand waar naar dat je opkijkt en waarbij dat je je veilig voelt. En waarbij dat je kan uithuilen als iemand gemeen is. Ja, iemand, een figuur dat zegt dat je geliefd bent en mooi en sterk en slim bent en dat soort dingen. Dus door het gebrek hieraan kreeg ik wel te maken met stevige daddy issues, laten we zeggen. Ik wist ook niks af van de andere helft van mijn genetica. Dus dat heeft me wel vaak doen afvragen waar ik nu echt terecht hoor in het leven. Ook qua studies en in vriendschappen. De manier hoe ik met racisme omging door steeds weg te lachen en het liever laten gaan dan energie insteken om steeds een weerwoord te hebben. Terwijl dat mij wel echt kwetste, heb ik denk ik mijn werkelijke emoties wat gaan verwaarlozen. Ik ben me beginnen verdiepen in boeken over Malcolm X, Martin Luther King, het koloniaal verleden van België. In de eerste instantie wilde ik maar meer weten over waarom is het de zwarte zo vergaan in het verleden. En natuurlijk niet alleen toen, maar ook nu. Ik wou begrijpen wat slavernij en oppressie en apartheid inhield. En wat de gevolgen daarvan waren. Maar door dit allemaal te realiseren, maakt het eigenlijk alleen nog maar pijnlijker voor mij, omdat dat ook niet te begrijpen valt.
wat dat die mensen vroeger zijn aangedaan geweest. En dat kwetst me meer, alleen nog maar meer, dat mensen vandaag nog omgaan met racisme als een grap. Want het is maar om te lachen, hè. Het is niks persoonlijk bedoeld, is vaak hetgeen wat dat gehoord. Als je erop ingaat. Ik ben meer aan introspectie ook gaan doen en proberen verkennen wat ik allemaal voel en hoe mijn brein werkt enzovoort. Door een manier te zoeken om te gaan met de dingen waar ik nood aan had en om mezelf echt te leren kennen. Ik ben ook op reis vertrokken om die zoektocht te verdiepen. Want ergens was ik ook klaar met het mij niet helemaal thuis voelen hier en ik wou weg van alles wat ik kende. Ik had nood aan iets nieuws. Als je alles wat je kent losstript, dan blijft er uiteindelijk alleen je eigen kern over. En dan merk je dat je soms gewoon je eigen grootste vijand of beperking bent en niemand anders. Ik had door het verleden een verkeerd beeld van mezelf en dat moest ik echt leren loslaten. Ik moest vergiffenis hebben voor mijn eigen fouten en vergiffenis voor fouten van anderen waar ik nooit een sorry voor zou krijgen. Ik ben ook vanuit een andere hoek gaan kijken naar mijn vader eigenlijk. En besef dat mensen niet heel hun leven verantwoordelijk mogen gehouden worden voor hun fouten in hun leven. En dat iedereen de kans wil om zich te beteren en hiervan te leren. Ook al gaat het over iets groots als vaderschap. Wrok en kwaadheid doet u uiteindelijk alleen maar zwaarder wegen en in het verleden hangen met uw hoofd. En dus ik kreeg het moeilijk toen ik het contrast begon te zien tussen de kansen van een eenoudergezin en kinderen die hun beide ouders hadden. Er waren minder financiële middelen, dus ik heb vaak een nee gehoord als ik wou starten met gitaarles of als ik wou gaan paardrijden of zo. Dus ik had het wel vaak lastig met mijn mama eigenlijk. Ik vond het moeilijk om steeds maar de input van één ouder te hebben. Ik had het gevoel dat mijn mama mij vaak niet begreep. Of dat ze niet goed wist hoe ze naar mij moest luisteren. Dus ja, het feit dat haar wil wet was en dat ik daar niet tegen in kon gaan, vond ik wel echt niet makkelijk. En daardoor groeide het verlangen en de vraag wel van wat als ik wel een papa had gehad. Ja, na een beter beeld te kunnen scheppen van mijn vader, begreep ik mijn moeder wat meer. Waarom dat ze mij vroeger wou beschermen van hem. Ze was vaak kil wanneer ze over hem sprak en ik begreep nu ook waarom. Daarnaast stond ze wel toe dat hij 1 à 2 keer per jaar op bezoek kwam. Waar ik het mentaal het moeilijkste mee had, was dat hij mij belde toen ik 11 was, dat hij een zoontje had gekregen. En of ik daar dan neter van wou zijn. Ik heb toen nee geantwoord omdat ik het een raar gegeven vond. Dat hij er nooit was vroeger en dat ik nu mee moest zorgen voor zijn nieuw kindje. En ja, vooral pijnlijk om te weten dat hij nu 15 kilometer van waar ik woon een nieuwe familie gesticht had en dat hij daarvoor wel wou zorgen. Of zo voelde dat toch voor mij. Hierdoor voelde ik mij natuurlijk in de steek gelaten. Later heb ik mijn siblings langs zijn kant leren kennen. Omdat ik voelde dat het mij goed zou doen om met hun in contact te komen. En daardoor ontdekte ik dat ik nog een halfzusje had. Nog een ander halfzusje. Die had hij verwekt bij een andere vrouw tijdens zijn huidig huwelijk. Allee, dat was een speciale gebeurtenis en ik zag dat zij dat wel heel spannend vond. Want ik stond aan een bushalte te wachten en er komt een jongetje naar mij gelopen, een blank jongetje, en die vraagt aan mij, zeg jij Sarah? En ik zeg zo, ja, maar ik herkende die totaal niet. En ik zie zo'n meisje aan de overkant, een bruin meisje, in haar trui kruipen met haar mond en met haar neus. En ik zie dat ze vlechtjes heeft. En ik was daarvoor al op de hoogte gebracht dat ik nog een halfzusje had. Dus ik besefte ineens, ah, dat is waarschijnlijk mijn halfzusje. En heb ik haar geroepen. En ze vertelde mij toen dat papa terug was naar Nigeria. En zonder enige boodschap alles had achtergelaten en niet meer terugkwam. Later toen hij vertrok, hoorde ik van hun ook de dingen die hij had aangericht in hun huishouden. En dat hij heel agressief was. Zelfs toen zijn dochter met mij op Facebook sprak over iets wat hij had gedaan, wat niet door de beugel kon. Hij ontdekte dit, heeft hij haar daarna fysiek ervoor gestraft. Had ze blijkbaar een blauw oog. En blijkbaar ook ja, tijdens ruzies met zijn vrouw heeft hij vlechtjes uit haar hoofd getrokken. Dat zelfs mijn broer als kind daar moest tussenkomen om zijn mama te beschermen. Ik wil hier ook openlijk over kunnen spreken, omdat ik weet dat veel kinderen hier niet over durven spreken en het is nogthans realiteit voor veel kinderen. Ja, en ik besefte dat het waarschijnlijk beter was dan die persoon nooit echt in mijn leven gehad te hebben als vader, dan jaar onder één dak te leven en al zijn agressie te moeten dulden. Om dan uiteindelijk achtergelaten te worden, om het zo te zeggen. Ik ben
Ik heb mijn roots naast de pijn uit verleden ook leren zien als iets unieks en iets moois. Ik heb de definitie van Black Girl Magic doorheen de jaren wel leren inzien dat we gewoon weg shinen als we iets doen. Dat we heel vaak hoofden doen draaien wanneer we een kamer binnenkomen of in het publiek zijn. Dat het binnen onze mogelijkheden ligt om ons haar elke dag anders te stylen en daardoor ook een nieuwe identiteit te ontdekken in onszelf. Maar het is nog steeds een proces waar ik elke dag in probeer te groeien door meer aan zelfzorg te doen.